Zoals ik in de eerste video over mijn gigaschemerschakelaar al zei, een project belandt vaak op de stapel, dat komt nog wel. Maar ja, er moet natuurlijk ook gewerkt worden. Vandaag zijn we dan toch in fase 2 beland. Ik laat je eerst nog eventjes het schema zien. Intussen heb ik alle componenten in de elektronica winkel kunnen scoren, dus fase 2 kan van start. In deze video gaan we de schakeling maar eens op een gewone experimenteerprint bouwen. Dus kijken hoe we de componenten gaan plaatsen en of het überhaupt wel werkt, voordat we het gaan uitvergroten. Eerst maar eens kijken hoe we de componenten gaan plaatsen. We gaan gewoon het schema volgen. Ik neem meestal een veel te grote experimenteerprint. Dan kan ik wat passen en meten met de component. Bij deze kleinere les moet je een beetje oppassen. De spoelaansluitingen zijn nog wel eens verschillend. En daar komt onze schakeltransistor. De basisweerstand van 1 kilo ohm. Kijk, en hier kunnen we het mooi opvullen met onze blusdiode. Ons toegevoegde condensatortje. En als laatste natuurlijk het belangrijkste, onze lichtgevoelige weerstand, de LDR. Nou, volgens mij is dit wel een knappe opstelling. Nu eerst de vorm van de printmars bepalen. Hier komt de lamp, dus zal de print ongeveer dit formaat krijgen. Nu maar eens kijken of de schakeling überhaupt wel werkt. Ik heb de aansluitdraden van de componenten eventjes omgebogen, zodat ze er niet meteen uitkukelen. Eerst alle componenten maar eventjes vastsolderen. Dit zijn wat mij betreft niet de fijnste experimenteerprinten. Ze hebben soldeerogen aan twee kanten, waardoor de tin er doorheen zuigt. Nu even de draadeinde eraf knippen. Kijk uit voor je ogen, want ze schieten alle kanten op. Knip altijd van je af, zet een veiligheidsbril op of houd ze tegen met je vinger. Nu kunnen we de componenten met elkaar gaan verbinden. Je kunt hier eventueel de afgeknipte draadeinden voor gebruiken. De camera zit een beetje in de weg, dus ik zit een beetje te hannesen. Kijk, oeps. Die zit vast. Kijk, dat is beter. Door al die gaatjes ziet het er een beetje onoverzichtelijk uit, maar daarom noemen ze het ook experimenteerprint. Zo, de eerste verbinding is gemaakt. Dit is de pluslijn. Nu de trimpotmeter met de weerstand verbinden. De LDR met de basisweerstand. De basisweerstand met de transistor en de condensator. Dan krijgen we de massa van de voeding. Het relé met de transistor. En de blusdiode niet vergeten.
Zo, nu zijn we al zo ver om te gaan testen. Nu kunnen we de voeding aansluiten, 12 volt en de lamp op het relaiscontact. Nou, daar gaan we dan. Spannend! Ja, hij doet het. Toppie. Haha, ik stuit natuurlijk op één probleem. Wanneer de lamp aan gaat, verlicht hij de LDR's, dus gaat hij staan te knipperen. Leuk zo'n knipperlicht, maar dat is niet de bedoeling. Dat lossen we op wanneer we de schakeling in het groot gebouwd hebben. Misschien de lamp toch iets verder weg plaatsen. Kijk, je zou deze schakeling ook bij een alarm kunnen gebruiken. Wanneer een boef met zijn zaklamp op de LDR schijnt, gaat het alarm af. De schakeling werkt dus perfect, dat is al mooi. Volgende keer ga ik kijken hoe ik de weerstanden in gigaformaat kan maken. Dat wordt nog een hele uitdaging. Hier nog even het complete schema en de componentenlijst. Heb jij een onderwerp waar je meer over wilt weten, kun je mij een mail sturen met jouw vraag of plaats je vraag gewoon hier onder de video. Wil jij ons project of onze video's ook volgen? Abonneer je dan op ons kanaal door hier onder de video op abonneren te klikken. En klik je op het belletje langs de abonneerknop, krijg je automatisch een melding. Wanneer weer een nieuwe video is, heb je vraag of opmerking of een idee voor ons project, die kun je dan natuurlijk ook plaatsen.